Norrie! Goedemorgen. Goedemorgen, waar zijn we? We zijn op een andere berg in Zwitserland. Ja. Onderweg naar de langste hangbrug van de wereld. Inderdaad, de langste loophangbrug ter wereld. Ik weet niet, even kijken of we hem alvast in beeld kunnen krijgen. Geen idee, ja, daar. Bijna 500 meter. We filmen vandaag ook even zonder camera. Jacco die is thuis gebleven vandaag. We zijn 70 minuten aan het lopen, dus we zijn bijna bij de brug. Dus mooi weer erbij, lekker tussen de bomen. Zonnetje achter ons. Top zondag. Jotan? Ja, Randa is 35 minuten, maar nu is Randa 3 uur en 35 minuten. Zo, inmiddels lopen we op de langste brug. Waggelt wel een beetje. We moeten ons wel een beetje vasthouden. De drone hangt in de lucht. De drone zweeft ergens boven ons. Kijk hoe lang die is. Bijna 500 meter lang. Zo, inmiddels vanaf de brug terug naar beneden. Het is een stuk comfortabeler met de pas erin. Nou, er staat een uurtje voor. Ik schat dat wij binnen 20 minuutjes de berg, goeiedag, wel bereikt hebben. Ja, we gaan ons best doen. Dus tot zo. Op P1 Noddy, P2 Jotan. Wat ben je tegengekomen? Bij het monument, de monumenten van Zwitserland. Wauw. Hier wordt zeg maar herdacht dat in 2004 volgens mij is er hier in de bergen een gigantische truck met speciaal bier van de berg afgereden. Dus voor ieder biertje hebben ze hier een monument? Voor ieder biertje hier een monument. Moet je ook nog even een monument maken dan, of niet? Nou, weet je wat het is? Dat doen alleen echte Zwitsers, weet je wel. Dan moet je als buitenlander gewoon buiten blijven. Dan mogen wij niet aankomen. Je kan wel even een minuutje stil zijn. Oké. Mooi, en door. En we gaan door naar het weer. Lekker zonnig. Maar wel een stukje koeler dan in Nederland. Beter. Genieten. Kijk, nu is Brinkie er toch even een beetje bij. Kijk, daar is Brinkie. Brinkie is thuis. Zwaai even. Ja, kijk. Dit is voor de mensen thuis. Toe halze. Welkom in de Zwitserse Alpen. Hier beneden ligt het kleine stadje Sint-Nicolaas. Nee, klopt eigenlijk helemaal niet. Randa, Sint-Nicolaas. Kom eens dichterbij. Daar beneden, ik weet niet of je het kunt zien. Ja. Ja, daar stond onze auto. Kijk aan. Dus vanaf hier moeten wij naar beneden klimmen. Dat is de challenge van vandaag. Nou, ik zal eens even laten zien hoe onze route eruit ziet voor de komende 10 minuten. En daarna is niet veel meer van ons over, denk ik. Dit is Norbert-Jan, de wildernisman. Wat dan? Norrie. Ik denk dat ik de weg kwijt ben. Weet je wat het is? Als je de weg kwijt bent, dan kom je nog eens ergens. Recht zo die gaat. Zo. Hoi. Inmiddels weer beneden. Een kwartiertje eerder dan aangezet. Ja, het stond 4 uur op de planning. We hebben er 3 uur en 3 kwartier over gedaan. Met een droomvlucht en pauze. Nou, was wel de moeite waard. Dus kunnen we het nog zien? We kunnen het niet zien, maar daar komen we vandaan. Waar is hij? Het kruis. We hebben net eraan. Ja, hij mag naar beneden. Jotan en ik zijn net weer terug van het hiken. Ik heb net even lekker gedoucht. Jacco zit buiten even lekker boekje te lezen. Jacco? Ja? Ik hoor dat het in Nederland 85 graden is. 85? Oh, ik hoorde net dat 124. Hoe is het hier? Hier is het lekker. Niks te vragen. Zijn jullie al jaloers? Ik heb niks om aan jaloers over te zijn. Want ik zit nee, de mensen thuis, ja, in Nederland. Of die jaloers mensen zijn. Vragen. Ja, dat vraag ik nu ook aan jou. Oké, ik zeg het goed. We willen vandaag ook de Formule 1 kijken.
Maar Jotan wil niet de Formule 1 kijken. Jacco en ik wel. Maar we willen op het groot scherm kijken. Ze hebben hier een tv. Maar het is nu het volgende ding. Dat die laptopjes van de boys. Ja, dat zijn van die nieuwe dingen. Daar past allemaal niks meer in. HDMI. Ja, daar heb je allemaal dongles voor nodig. En zo heb je natuurlijk allemaal thuis gelaten. Wat gaat hij zo doen? Maar ik heb nog een oude vertrouwen oldschool laptop. Waar gewoon een HDMI in past. Dus een voordeel nog. Dus die kunnen we wel mooi gebruiken. Hoe werkt dit? Dit ken ik niet, dit is te oud. Als het goed is, dat hebben we gisteren gezien, zit hieronder een kastje. Ik heb er heel veel op hoor. En hier zit een HDMI-aansluiting. Hoe moet dit aan dan? Ja, aan de zijkant kan je een hendeltje en dan kan je hem aandraaien. Ja, ik snap het. Heeft iemand nog lampenolie? Ja dan? Lampenolie? Ja, anders kan het beeldscherm niet aan. Als het goed is, kan deze jongen hier aan de zijkant. Gaan we eens even op dit grote scherm in jouw WhatsApp-gesprekken bekijken. The moment of troef. The moment of troef? Nou, bij deze ben je afgetroefd. Hé, hey, waarom zie ik niks? Hé? Moet je kijken? Oh, wacht. Het is gewoon heel erg. Even kijken. Er komt weer ND-filter. ND-filter? Ja. Oh ja, nu zien we het. Kijk dan. Gewoon, hocus pocus. Tada! Dat ik jou moet goed uitleggen hoe een ND-filter werkt. Hij wil niks kijken, maar hij wil alle commentaren. Jullie gaan kijken op mijn kosten, ja, hè? Maar moet dat zijn? Ik kan het, dus ik kan maar even rustig doen. Waarom? Wat zeg je? Rustig. Als je moet inloggen, dan kan ik het gewoon even zwart maken. Ja, je maakt iedereen zwart hier, dus je bent er helemaal goed in. 6. Als iemand nog toegang wil tot Singer Sport, even goed luisteren. KUTV. We hebben alles weer overnieuw doen. Nog een keer. Gelukkig hebben we een ICT bij ons. Nou, Het punt is, we kunnen Ziggo Sport niet in het buitenland kijken. Of niet buiten de EU. Ja, we zitten Zwitserland buiten de EU. Dus ja, maar we hebben Mr. Robot Hacker Fantastic hebben meegenomen. Hacker Fantastic. Dus hij gaat nu even de boel omzeilen. Ja, ik weet alleen niet hoe dat moet. Hoe verberg ik mijn IP-adres.nl? Weet je iemand hoe dit werkt? 2000 years later. Nou, dat kostte even wat tijd. Ik heb een VPN'tje geïnstalleerd, gratis accountje, daarna op Nederland gezet. En we hebben nu Ziggo Sport. De race kan beginnen. Voor de jongen die al die... Lekker. Al die video's editen tijdens de vakantie, even uitgepakt. Another one. Oh, heerlijk. En nummer 2. Another one. Albon. Predicted gap. Kijk. Oeh, 4 skills. Hier, een triple salto met 3,5 schroef. En hij staat. 3/10 aftrek, zat een klein hoekje. Ja. Maar wat lekker is vanavond, we hebben niet alleen pannenkoeken. We hebben ook een beetje rijst. Oh, dat is een beetje heet. Een beetje hard. En hier staat nog een pan met chicken tonight. Dus wat doen we vanavond? Chicken to pannenkoek. Lekker man. Zo, inmiddels is het alweer aardig donker en ligt de eerste aan het bed. We hebben lekker gegeten. Pannenkoeken met tonight to chicken, zoals Jacco zou zeggen. Nou, ook vandaag sluiten we er even af. De quote die is ingezonden vandaag is: ik heb liever spijt van de risico's die niet zijn gelukt dan van de kansen die helemaal niet heb genomen. Tot kiekers.